Kenneth Vermeer dus met zijn eerste wedstrijd van dit seizoen. Hij die vorig seizoen alles speelde. Onder andere de bekerfinale hier. En Vilena, ook hij van de partij. Van Overeem naar buiten, naar Jan Baks, Weghorst en Van Overeem, Vermeer. Elamadi, Karsdorp, de drukte blijft nog even richting het doel. Dit is een goede bal, Jurgensen! Oh, een goede goal! En met name die paas, die was briljant. Zorgde ervoor dat Jurgensen prima werd bediend. En de 1-0 kan aantekenen. De paas van Karsdorp. Is het buitenspel? Is het buitenspel? Nee, net niet. En dan heeft deze paas alles wat hij moet hebben. De juiste vaart. De juiste richting. Karsdorp die hem neerlegt met heel veel gevoel. En in één keer prima ook ingeschoten door Jurgensen. Nelom, Jurgensen. Je komt daaronder, Toornstra, prima, 2-0. Dat ziet er goed uit, dat is zeer bekwaam afgerond door Feyenoord. Met dit soort zaken aan de voorkant. Hakje, hakje. En dan uiteindelijk komt de bal via Nelom weer terug. Jurgensen en prima eronder gekomen door Toornstra. Die het goed afmaakt en daarmee Feyenoord op een zeer prettige 2-0 zit. Botteguin, Karsdorp. Vlaar. Nee, dit is bij de bal dan Kuit. Berghuis in één keer. Krul laat hem lopen. Dan is hij voor Jurgensen. Maar weet hem er niet in te prikken. Svensson. Buitens, die kan met links. Die moet met links, die doet met links. Maar wel zeer ruim over. Van der Heijden naar Vilena. Oh, Botteguin levert zomaar in bij Levi Garcia. Van Overeem is mee. Links is ook weg. Hoor, die kan ook zelf schieten. Maar dan wordt tot nu toe een paar keer iets te hoog gemikt. Elia, een van de absenten vandaag. Krul maakt het spannend. Stapt op de bal. En bijna is Jurgensen hem te snel, te sluw, te slim af. En ineens is iedereen in de Kuip weer wakker. Opwinding die is ontstaan nadat Krul dus op de bal stapte. En dat levert dus weer wat energie op in deze wedstrijd. Karsdorp. Jurgensen goed door naar Kuit in één keer. Uithalen. Oh, mooie goal. En dan komt de hele zaak even weer tot leven bij de goal van Dirk Kuyt. En had Jurgensen vandaag alweer een goal achter zijn naam. Dan komt er ook weer een assistje bij. Zodat ook in die categorie er weer een optelsom plaats kan vinden. Assist van Jurgensen. De goal van Dirk Kuyt. De 3-0 voor Feyenoord. Als Nieuwkoop zich gereed maakt om in te vallen. Deze vrije trap van AZ door Lucassen binnengekopt in de 63e minuut bij de tweede paal. En daar waar AZ geen gebruik maakte van de slapte in de beginfase van die tweede helft, doen ze dat nu wel. Als de wissel daar is en het rugnummer 7 omhoog gaat, dat is Dirk Kuyt. De band gaat naar Elamadi. En Bart Nieuwkoper zijn vervangen. Jan Baks. Goed gelopen. Weghorst, Weghorst. Zo. Dat was de grote kans op die 2. Karsdorp in één keer voorslingeren. Richting Nieuwkoop. Laat hem lopen voor Jurgensen. Daar wordt aan het shot getrokken. Strafschop voor Feyenoord. Hier Lucassen daarachter. En daar is het shirtje vasthouden van Lucassen.
Nicola Jurgensen, heel kalm gedaan. En zo zijn tweede in deze wedstrijd. Nicola Jurgensen. Daar komt Krul, is Jurgensen daar eerder bij? Krijgt hij het voor elkaar? Ja, het is 5-1. Zijn derde in dit duel. Nog een vrije trap. Kramer zou zo graag willen. Nog even om nog een treffer te maken. Maar in alle overijl is het misschien Weghorst die er 5-2 van kan maken. Dat zou heel slordig zijn. Vermeer wordt alsnog gepasseerd. Dan wordt Vermeer dan toch nog twee keer gepasseerd in deze wedstrijd. Waar hij zo terug kan kijken op een voor zich prima wedstrijd natuurlijk. Zeker die laatste was volkomen al nodig. Het was ook niet echt heel erg bepalend voor de afloop van de wedstrijd. Want die was al bepaald de afloop. En die was al in het voordeel van Feyenoord bepaald door onder andere 3 goals van Nicola Jurgensen. Maar Feyenoord wint hier zonder al te veel moeite. 5-2.